Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we het nog een keertje hebben over de verschillende Air-Up smaakjes. Samen met Eliza. Van Eliza maakt het mee. Ik heb er net een nieuwe slijg voor jou gezet. Dus... Eliza maakt van alles mee. En de laatste video ging over slijg. Wat is slijg nog meer? Dat is een paarden. Het zijn allemaal speelpaarden. Dus allemaal van die grote paarden. Speelgoed? Ja. Dat is allemaal paard. Dan krijg je er misschien ook een stalletje bij of dat soort dingetjes. Je wil kleine speelgoedpaarden? Nee, best wel groot. Ongeveer. Zo'n paarden? Nee. Zo. Oké. Ongeveer zoiets. Zo groot. Dus, hou je van paarden en van slijg? En van Eliza. En van Eliza. Eliza maakt het mee. Ik zal het even hier in beeld zetten zo. Ik kreeg een verzoekje in een comment of ik de... Even eraf halen. De Air-Up watermeloen wilde testen. Nou, die had ik zelf niet. Maar ik had een collega die hem wel had. Dus ik had een blueberry geruild voor een watermeloen. En eerlijk gezegd vond ik hem erg lekker. Maar één nadeel. Na twee flessen is de smaak bijna weg. Aan de marktsproken doe je... vier flessen. Dus een beetje geluk, vijf flessen met een smaak. Ik heb blueberry en ik heb vier flessen op, dan is de smaak weg. Ja. En bij limoen is dat. Nee, niet bij limoen. Bij watermeloen. Watermeloen is dat je dan met twee flessen. Ja. Vloep, ja, dus hij is. Niet hij is kattig. Lekker. Hij is alleen twee keer zo duur, want je doet er minder lang mee. Dus. Genoeg. Over de watermeloen, erg lekker, dus als je wilt proberen, zeker kopen. Alleen wat duurder. En nu ga ik er een lemon op zetten. Het zakje is al weg. Ja. Maar we gaan de lemon proberen, die ken ik al. Lekker zuurig. Hou je niet zuur? Jawel. Ja, we zijn al bij je super coronaproef. Ja, want we wonen in hetzelfde huis. Ik heb al twee vaccinaties gehad, daar is al zes. Nee hoor, dus, ik heb er nog deel gehad, maar we wonen in hetzelfde huis. Oké, okay. We gaan die mag niet meer proeven. Nee. Anders moeten we nu nog anderhalve meter afstand houden hoor. Nee, wij hoeven dat niet. Wij zitten in de huisbubbel. Huisbubbel. Dus, als jullie nog meer verzoekjes hebben, of van Sven, probeer eens die smaak, dan gaan we die gewoon bestellen en gaan dat proberen. Het is lekkerst, hè? Ja. Maar... Orange vanille, erg lekker. Een beetje naar van dat auto erop. Maar deze dan weer. Omdat een beetje van dat auto erop ding is. Die is lekker. Ik heb zeer goed. Walberg is steeds een van mijn favorieten. Dit is nu mijn favoriet. Wel erg zomers. Maar het is winter. Dat komt op het volgende. Misschien wil Air-Up, als jullie kijken naar mijn kanaal, een echte winterse smaak. Proberen. Bijvoorbeeld appelkaneel. Of echte soep. Echte soep? Nee, dat lijkt me heel smerig. Wateren etteren soep. Nee, dat gaan we niet doen. Appelkaneel of een typische winters dingetje. Dus, tomatensoep. Tomaten, is dat echt winters? Ja. Nou, je hebt niet zo'n goede winters idee, Eliza. Of kerstboomsmaak. Ja. Dat kan je misschien wel ontwikkelen. Een kerst, want je denkt van, hé, ik zit in een kerststal of zo. Dus stuur maar een doosje op. We gaan hem gewoon proberen. Bedankt voor het kijken. Denk aan de duim, de like, wat er meer. Abonneren. Belletje. Abonneren. Abonneren. En tot de volgende keer. Doei.